elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. In Leeuwarden won Cambuur eerder dit seizoen gemakkelijk met 3-1 van Helmond. Dit is Kalon met een goede actie buitenom. En daar is uiteindelijk het schot van Van Kippersluis. De man die twee keer scoorde in dat heenduel. Bij Helmond is Poelmans geschorst. Er zijn er veel blessures. Dus heeft Rob Alflen de nodige personele problemen. Dit is handig gedaan door Mikey Fecunda. Die gaat dan zelf maar eens op avontuur. En komt een heel eind. Een paar minuten voor de rust. Als we eigenlijk nog niets hebben gezien van Helmond. Fecunda helemaal zelf. Aardig schot. Net over het doel van Maus. Cambuur opende de tweede seizoenshelft met een spectaculaire 3-3 tegen Sparta in eigen huis. Tegen Helmond is het allemaal wat minder spectaculair. Dan is Cambuur wel de bovenliggende partij. Dit is handig gedaan en hier is de treffer voor Cambuur. Konrad maakt hem op aangeven, op handig aangeven van Kevin Jansen. De man die overkwam van NEC, scoorde bij zijn debuut vorige week en nu goed voor een assist. Helmond is pover het hele seizoen al, maar ook in deze wedstrijd. Het is Cambuur dat op zoek is naar de tweede treffer met Van Kippersluis. Maar die bal gaat er niet in. Het blijft 1-0 voor Cambuur.